mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan? Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer. Om de roep werd je zo kort vastgehouden en was het allemaal zo. Dus probeer je voor alle stressvolle en ja, situaties waar je voor je schade kan oplopen, verdrietige situaties of wat dan ook, probeer ze je van weg te houden. Dus dan heb je met zoveel regels te maken, dus dat je nooit iets kan doen of zo. En toen ik naar hier toe ging, was het zo verandering van je krijgt opeens vrijheid en verantwoordelijkheid en je moet opeens dingen doen en... Het was heel raar, want in het begin had ik zoiets van wow. Maar nu heb ik zoiets van, het is wel beter, want je leert voor jezelf op te komen, je leert dingen, je ontdekt dingen, ja. Ik heb 2 pleegbroertjes en 1 broer van mijn pleegouders. Dat is een echt kind van hem. Toen moesten we beginnen met de stapcursus van, nou ja, wat houdt het eigenlijk in? Welke problemen kom je zo'n beetje tegen? Hoe sta je er zelf in? Je wordt een beetje gescreend van... Ja, vanuit de pleegzorgorganisatie van wat voor mensen hebben wij hier voor ons? En kunnen wij met hun een match aanhaken qua kinderen die we kunnen plaatsen? Toen ik 1 jaar of 12 was, kwam eigenlijk het eerste pleegkind in huis wonen. Dat was eerst onze buurjongen en het ging niet goed thuis. Dus toen is hij eigenlijk bij ons komen wonen. Hij kwam al over de vloer, dus het was verder niet vreemd of we kenden hem al. Dus het was eigenlijk... Een hele normale zaak. Het werd in het begin, voelde het niet echt als een broer. Maar naarmate van tijd, hoe langer die hier bleef wonen, werd het gevoel als broer steeds meer. In het begin had ik echt zoiets van, het is heel raar, want je hebt, op een groep heb je nooit een persoonlijk contact echt. Ja, een klein beetje, maar niet, je hebt geen persoonlijke band, want het is of na 2 maanden gaat die persoon weer weg, of na een paar jaar, of ze hebben hele erge problemen waardoor ze niet een band kunnen opbouwen. En hier is al gewoon, in het begin was het wel wennen. En was ik heel erg met mijn zusje bezig, omdat zij toch familie van me was. Maar uiteindelijk, ja, het is wel gewoon, ja, ik vind het heel erg leuk. Ik ga nu met, hier nu de ene jongste pleegzus, ga ik elk weekend mee op stap. En ja, dat vind ik gewoon echt leuk. Ja, ze zijn erg lief en ze doen leuke dingen met mij, soms naar een pretpark. En als ze jarig zijn, doen we ook iets leuks. Ik vind wel, als jij een kind zo gaat voelen dat het je eigen kind gaat zijn, dan doe jij zijn eigen afkomst tekort. Dus als jij het kind respecteert dat het kind van andere ouders is, dan geven die ook meer bestaansmogelijkheid. Want het kind gaat nooit zijn afkomst verloochenen. Die kinderen die hebben natuurlijk een heleboel meegemaakt. En daar krijg je ook zelf een heleboel van mee. En daar leer je ook weer van. En het is een hele gezellige boel thuis. Hoe zijn de reacties uit de omgeving als je een pleeggezin bent? Oh, dat is wel heel verschillend. Sommige mensen die vinden je halve engelen. En andere mensen die hebben echt zoiets van... Wow, waar zijn jullie nou toch aan begonnen? Wat voor problemen van andere mensen haal je allemaal binnen in je gezin? In principe is, wat mij betreft, is pleegzorg nog altijd een veel betere oplossing als kinderen in tehuis te zetten waar ze ja, met wisselende begeleiding. Persoonlijk denk ik niet dat dat een goede voorbereiding ook is op hun latere leven. Dan leren ze niet wat het is om in een gezin te leven. Dat, ja, wij proberen toch hier het gewone gezinsleven gewoon door te leven, ook met de pleegkinderen erbij. Dat ze merken, zo is het om een gezin te zijn. Als ik dan bang ben.